Groet mensen, ik ben Sam, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de Behemoth. Hey, jongens, ik heb er super veel zin in. En als jullie er ook veel zin in hebben, laat het even weten met een blauwe duimpje omhoog. Laten wij ook gewoon de 1000 likes gaan halen. Ik weet zeker dat het kan, want jongens, als jij een like op deze video geeft, heb je kans voor een invite die wij zaterdag gaan weggeven. Alright, wij gaan zaterdag een giveaway doen voor een invite. We gaan er twee weggeven en ja, ik ga inderdaad kijken of jij hem liked. That's it. Ik ga gewoon tijdens de livestream ga ik twee mensen inviten. Tijdelijke invites. Kijken of jij actief een actieve kijk bent. Als jij dat niet bent, dan... als jij geen actieve per mod per kijk bent, ja, dan slaan we je over. Helaas, pindakaas. Maar zo werkt dat. Maar een blauw duimpje. En dan gaan wij zaterdag live kijken. Want zaterdag van 10 tot 10 ben ik live. Een 12 uur livestream alweer. Dus dat wordt super top. Zoals je al ziet, ik heb even wat dingetjes gefixt. Ik heb hier een compressed aluminium. Ik heb nog niet zoveel iron. Want dat heb ik nog... Ja, oké. Okay, ik moet nog even wat iron fixen. Iron. Daar hebben we genoeg van. Ik bedoel, dat is nog enkel probleem hoor. Oké, dat doen we zo. Hoppakee. En dan pakken we daar weer 16 van. En die gooien we gewoon even hierin. Want waarom niet? Zo bad dat zijn we gewoon. Bam. En dan creëer dat even paar van deze compressed iron. Want waarom? Wij gaan vandaag werken aan mijn raket. Nou, eigenlijk niet werken aan mijn raket. We gaan werken aan oxygen. We hebben oxygen nodig. Dus ik neem aan dat we eerst een collector moeten maken. Daarna een compressor. En daarna, I guess, een sealer. Oxygen sealer, we checken of het is... Oh, dat is awesome. Oh nee, dit heb ik nog niet nodig. Uiteindelijk heb ik dit wel nodig. Nee, we hebben een oxygen collector nodig. Oxygen will store oxygen collector from leaves in the surrounding area. Dus dit zorgt ervoor dat die allemaal oxygen, dus allemaal lucht, om zo te zeggen, collect. Dan kunnen wij gewoon gaan ademen zonder dat we doodgaan. Dus die hebben we nodig. Een compressor, deze hebben we natuurlijk ook nodig. Want we willen natuurlijk ook oxygen meenemen. We willen zuurstof willen we meenemen, want zuurstof heb je nodig. Dus dan hebben we deze ervoor nodig. En dan hebben we deze nodig als sealer. Als wij bijvoorbeeld hier een mooie kamer hebben. En je zit echt van, bam, ik wil hier allemaal zuurstof in hebben. Dan heb je een sealer heb je nodig. Wat best wel heel erg cool is. I like that. Ik vind het best wel heel vet hoe ze dat hebben gedaan. Dus we beginnen met een oxygen collector. Wat hebben we hiervoor nodig? Het echt speciale is een oxygen fan. En dan hebben we een basic wafer hebben we nodig. En ik klik hem net weg. I'm not sure why. Maar we hebben basic wafer. Dat is raw silicon. En als het goed is, hebben wij gewoon raw tea leaves. Nee, raw silicon hebben wij nodig. Bam. Die moeten wij dan hierin weer in gooien. En dan hebben we ook een diamondje nodig. Ja, maar we gaan er ook gewoon lekker veel van maken. Want waarom niet, right? Hier hebben we één diamond nodig. I'm not sure. Misschien hebben we wel meer diamonds nodig. En wat hebben we nog meer voor een basic wafferino? Waffer, wat klinkt dat zo raar? Een basic waffer. Alrighty then. Oh, een redstone torch. Dus we kunnen wel dit pakken, right? En zo. En dan pakken we ook een paar stickerino's. Als we die hebben. There we go, we hebben de 10. Dat moet genoeg zijn. En dan doen we bam, bam, hoppakee. En die kunnen we dan hierin doen. Wait, waar zijn ze? There we go. Die kunnen we hierin doen. En zoals je al ziet, dan is die lekker aan het circuit fabricateren. Goddammit, Sam. Alright. Anyway, we hebben hier superveel. Dit kan ook wel stoppen, want daar hebben we ook wel genoeg van. Hoop ik. Ik heb heel veel van deze dingen weer gemaakt, want die hadden we nodig. Wat? Ik hoorde hem nog één keer gaan. Oh, wat is dit ding? Alright, dus we hebben inderdaad wel gewoon wat diamonds nodig. Het probleem aan diamonds is, ik heb niet meer zo superveel. Sam, ik zag net dat je één stack had. Ja, oké, maar dat is niet extreem veel. Dat valt... Wat? Oh, hij heeft redstone nodig. Oh my, ik denk al, waarom doet hij het niet? God damn it, there we go. Bam. Die gaat nu gewoon lekker aan de gang. Alright, we hebben een oxygen fan nodig. Dus dat betekent dat wij 4 van deze nodig hebben. En 1 redstone'tje. En dan kunnen wij een oxygen fan maken. There we go. En nu moeten we een vent maken. Een oxygen vent. What the fuck, Sam? Je, waarom een vent? Hoe heet dat? Een vent. Een vent. Een oxygen vent. Alright, dit kan allemaal weg. There we go. Hoppakee, eten kan ook weg. Dit kan weg. Dit kan weg. Alles wat ik niet nodig heb, kan pretty much weg. There we go. We hebben nu 8 wafers in totaal. Dus dit is super chill. Daar ben ik super blij mee. Hoppakee. We hebben als het goed is 2 of 3 daarvan nodig. Maar we beginnen gewoon met 1. En ja, je ziet, we hebben gewoon weer eentje nodig. En nu moeten we dit ding maken. En als het goed is kunnen we die ook gewoon maken nu. There we go. En als het goed is, kunnen we hem nu gewoon gaan maken, right? Een oxygen collector.
Of wat missen we? Ik denk dat we nog wat missen, right? Oh ja, ik zie het nu al. Alright, wat we nodig hebben is tin canisters. Dat moeten we even fixen. Ik had de vorige aflevering vet veel tin weggegeven. Gelukkig niet al mijn tin, want anders kon ik nu geen tin canisters maken. Maar Sam, je had vet veel tin... of je had vet veel canisters gekregen. Ja, ik had deze gekregen. Dit zijn andere soorten canisters die ik ook nodig heb. Maar dat zijn andere. Alright, oxygen. There we go. Bam, oxygen collector. En als het goed is, there we go, kunnen we nu gewoon gaan maken. En dit is awesome, dit is wat we nodig hebben. En dat ga ik hier even allemaal neerzetten. Dus ik ga even dit plekje even mooi maken. Want dit ziet er natuurlijk echt gewoon, let's be real, dit ziet er niet uit. Dit is fucking lelijk. Dit kan gewoon allemaal, wow, chillax. Dit kan gewoon allemaal weg. En dan gaan wij hier dus een soort van energieplekje van maken. Waar we al, oh dit gaat echt niet goed. Bam, vet veel van die dingen komen eruit. Vreselijk, don't like that. Hoppakee. En dan moet ik een paar kabeltjes fixen. En dan kunnen we alles daarin leggen. Ik denk dat ik mijn refinery daar ook maar neer ga leggen. Right, zal ik dat gewoon doen? Denk het wel. Dit kan allemaal weg, dit kan allemaal weg, dit kan allemaal weg. Get out of my way, nobody likes you. We hebben trouwens wel advanced cables nodig. En dit moet advanced zijn, right? Als het goed is moet het... Moest het... Hoe duur kost het om die advanced cables te maken? Where are they at? There we go. Oh, daar hebben we enriched alloy hadden we nodig. Alloy? Oh, daar hebben we ook nog heel veel van. Dus dat is chill. Dat is chill. Helemaal vergeten dat ik die had, to be honest. Hey, where you at? There we go. En dan hebben we deze natuurlijk... Oh, daar hebben we steel nodig. Misschien hebben we nog wel een paar universal cables. Ik heb echt geen flauw idee. There we go, we hebben de 7. Universal cable, there we go. Alright, we hebben er 8. En 8 is echt perfect, want dat is net genoeg om 8 van deze te maken. Nice, daar hebben we dus nu 11 van, dat is meer dan genoeg. Cool, en neem mijn refinery ook even mee. Want dat hebben we pretty much nodig, dit ding. Dus, oh, er zit natuurlijk vet veel fuel nog in. Oké, laat maar. Die laat ik nog even daar neer. Want als ik dat nu ga meenemen, dan is het al mijn fuel is gewoon weg. En dat heb ik, daar heb ik geen zin in. Dat is ook best wel logisch. Dus dit ding maken, leggen we hier neer. Kabeltje gooien we hier naartoe. En zoals je al ziet, dan moet die allemaal op een... Oké, wel, ik weet niet waar die in moet. Oké, blijkbaar... Oh my god. Wat heb ik aan een hekel aan zulke dingetjes? Ik zie als geen grap. Dit is echt dramatisch om... There we go. Om deze dingen neer te leggen. Dus, oké. Dus hij gaat nu oxygen... Je ziet al die particles zo gaan. Hij gaat allemaal... Oxygen is dus zuurstof. Voor de mensen die het weten. Zuurstof. Hij collect nu allemaal zuurstof. Right. Zoals je al ziet, er zit nu heel veel zuurstof in. Batteries op. Maar hoe krijgen we nu... Nou, dit is... Dit is wel leuk. Maar hoe kunnen we nu oxygen hier uithalen? Oxygen collector. Wacht even. Oxygen... Want dit is wel leuk. In the surrounding area, no oxygen compressor will load oxygen from internal. Ik denk dat we dit ding juist ernaast moeten maken. Ik denk dat we deze ernaast moeten maken. En dan zo, ja, ik denk dat we die ernaast gewoon echt direct moeten maken. Want hij heeft, dus hier staat in en out. Dus dit staat gewoon om voor de output, om zo te zeggen. En ik denk dat dit de output is. Alright, laten we even het volgende apparaatje gaan maken. En die is als het goed is echt super makkelijk om te maken. Daar heb ik als het goed is nu ook alles al voor. Not 100% sure. Nee, alleen dit dingetje niet. En dan dit dingetje. En als het goed is kunnen we hem nu wel gewoon maken. There we go. Bam. Oh, wacht. Ik mis één. Ik mis er serieus één. Ik ben helemaal vergeten deze te maken. Oh my god, brons. Oh my god, dan moeten we koper en tin moeten we hebben. Dramatisch jongens, dramatisch. Koper en some tinnerinos. En gooien we gewoon koper gooien we hierin. There we go. Tin gooien we hierin. Oh shit, we hebben geen kool meer. Oké, fuck de kool. There we go. Ik weet dat het beter is als je met blocks gaat werken, maar screw dat jongens, screw dat. Alright, nu hebben we dit. En nu hebben we deze. En dan kunnen we die makkelijk zo doen en zo doen. En dat maakt dan brons. Zo makkelijk is dat, jongens. Ik krijg het een beetje weer onder de knie. Hoe dit allemaal werkt. I like it. Ik ben er heel erg blij mee. Zo. Oeh, die gooide ik weg. Nou, heb ik geen zin om 15 weg te gooien. En there we go. Wij hebben nu wel genoeg om deze te maken. Dus we hebben hem nu gemaakt. De oxygen compressor. En deze hebben we nodig. En ik neem aan... Ik weet het niet 100% zeker dat we hem hier moeten neer gaan zetten.
Blijkbaar niet. Misschien heeft hij eerst energie nodig, right? Dus... wat is de input en wat is de output? Dat is de vraag. Dat is altijd de vraag met zulke dingen. Alright, just like that. En nu moet ik zien al deze oxygen daarin te krijgen. Ik ga even opzoeken hoe dat precies moet. Hey, inderdaad, we hebben een pipe nodig. En daar hebben we een speciale soort pipe voor, nodig. Een oxygen pipe. En dat is gewoon met glas. Dat is heel super goedkoop. Dat hebben we nodig. Dan kunnen we het fixen. We moeten ook bomen en saplings en dergelijke meenemen, by the way. Dat is heel erg belangrijk dat we dat niet vergeten. Want als wij uiteindelijk geen zuurstof meer kunnen fixen in, op de maan. Of alles is al op als we bij de maan zijn en we willen nog doorwerken. Dan moet je met planten moet je gaan werken. Dus ja, ik wil dat ook weten. Okay, there we go. Als we dit nu daaraan connecten. Like this. En dan missen we er net eentje. Zie je maar net dat we gewoon weer flipping één ding missen. God damn it, I don't like that. 1, 2, 3... ja, 4 zoals het goed is vanmiddag. Oh nee, wacht. Je hebt een 6 minimaal nodig, right? There we go. Je hebt een 6 minimaal nodig. Ik zat te denken van, ik heb... nou, oké. Okay. Anyway. There we go. Oké, dan hebben we de 16. En dan moeten wij deze wel daarboven neergooien. En dan klikken we verkeerd. En dan is alles weg. Alles gone. There we go. Oxygen pipes. We hebben er nu 8. 8 is meer dan genoeg. We hadden er maar eentje nodig. Dus, ja. Yeah. There we go. Als het goed is, zit hier nu allemaal oxygen in. En als het goed is, dan pakken wij nu onze empty canisters. Dan gaan we dat hierin gooien. Right. No valid oxygen tank. I know that. I know that. En... als het goed is, zou die oxygen tank... heb je dan blijkbaar nodig. Oxygen tank. Ik dacht dat dit ook gewoon werkte met een canister. Blijkbaar heb ik dan helemaal niet super veel canisters nodig. En heb ik dat wel gefixt. Wel, heb ik niet gefixt. Heb ik gekocht. Laten we het zo houden. Dus we kunnen meteen een hele grote. Ik denk dat wij voor... we kunnen... deze is goedkoper. Right. Deze is goedkoper. We hebben wel Red Wool nodig daarvoor. Maar Red Wool is niet moeilijk om aan te komen. En we hebben compressed steel nodig. En wij hebben net 3 compressed steel. We gaan even kijken of we wol hebben. Als we wol hebben, dan kunnen we dat gewoon gaan maken. Wool. We hebben geen wol. We kunnen... wel, we hebben wel wol. We hebben dit. En als het goed is, als we daar bone meal op gaan doen. There we go. Als het goed is, als we hier bone meal op gaan doen, worden ze weer wit, right? Als het goed is. Alright, jongens. Wat ik ga doen. Ik heb net even chill geslapen. Ik ga naar de base van Kim en Alicia. Die waar ik vorige keer ook pretty much was. Dat... oh, we kunnen ook hier naartoe. Oh, er zit natuurlijk gewoon een village naast me. Die waarschijnlijk gewoon wol heeft. Right. Ik hoop het. We gaan gewoon even kijken. En dan moeten we... wacht, heb ik iron mee? Ik heb geen iron mee. Oké, doe dit nooit. Nou, die slim. But, you know, ik deed gewoon. Iron. Oké, we hebben even 2 iron nodig. There we go. En dan doen wij even zo. Dan maken wij shears. En dan gaan we dat even snel fixen. Want hoe sneller we een... als we gewoon zo'n large oxygen tank... dan kunnen we gewoon heel veel zuurstof meenemen. En nu we natuurlijk hier een village naast hebben... en heel veel mensen wouden hier ook aan meewerken... wat super awesome is. Dus wellicht ga ik hier, you know... een paar mensen inviten die juist hieraan willen werken. Misschien niet. Ik heb nog niet gevraagd of andere mensen het ook bouwen, maar... you know, in de reacties, heel veel mensen waren positief. Ze zaten echt van, dude, dat is best wel een leuk idee. Ja, lijkt me awesome. Dus wij hebben een paar van deze sheeps nodig, right? Wij moeten... oh my god, ik haat zulke deurtjes. There we go. 1, 2, 3. Ja, we hebben er 6. Blijkbaar is 3, 6, jongens. Oh my god. There we go. Alrighty then. Dus nu ga ik ook gewoon allemaal van deze rode flauwtjes meenemen. En als het goed is, hebben we daar gewoon 3 voor nodig. Is niet super moeilijk. There we go. We hebben er momenteel 3. There we go. En dan doen we zo. Voilà. En wij hebben 3 van de Red Woolerino's die we ook nodig hadden. Wat super awesome is. Want ja, hey, we hebben nu oxygen. Dan hebben we fuel. Wat hebben we nog nodig? Eigenlijk helemaal niks. We zijn gewoon serieus ready to go om naar de maan te gaan. Wat bizar vet is. Gaan we tijdens het livestream naar de maan? Maybe. Denk het niet. Ik denk dat ik dat echt puur voor een video wil hebben. Maar het idee zit er. En wellicht gaan we wel gewoon naar de maan tijdens het livestream. You know, you never know. There we go. We hebben een oxygen tank. Eigenlijk wil ik er 2.
Maar ik heb als het goed is geen steel meer. Ik wou er nog eentje maken. Ik wou er nog eentje bij maken, zoals je al ziet. Ik ben hier ondertussen allemaal steel aan het maken. Ik ga het toch niet doen. Want ik kwam net af, moet ik helemaal weer terug. En, jongen, jullie hebben daar ook waarschijnlijk allemaal... Jullie willen gewoon dit zien, right? Jullie willen gewoon dit zien. Look at this, guys. Er komt allemaal oxygen in. En er gaat geen oxygen af. Kost amper energie. Dit ding gaat gewoon heel langzaam vol zitten. Het gaat een tijdje duren, maar hij doet het. En I love it. Het werkt. En dat is, daar gaat het allemaal om, right? Er komt oxygen in. Binnenkort gaan wij flipping naar de maan. Het gaat super awesome worden. Guys, bedankt voor het kijken. Als jullie deze aflevering leuk vonden, vergeet natuurlijk niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Bam, zal super awesome zijn. Check jullie gewoon de volgende keer weer. En ik zeg peace!